en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi arrangement maken met deze mooie oase bollen. Die gaan we heel mooi bekleden en gaan we wat aparts van maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het YouTube kanaal, dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe filmpjes die er maar gaan komen. En dan gaan we beginnen. Nou, ook zo'n mooi arrangement maken. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen kan bestellen. En we beleveren door heel Nederland en België en Duitsland. Dus ja, daar kun je gezellig meedoen. En we gaan gauw beginnen. Ik heb als eerste de oase helemaal goed vol laten zuigen met water. Let eventjes goed op. De oase nooit onderdrukken. Maar zelf laten volzuigen in een grote bak met water. En ik heb hele mooie trosgrisanten. Sommige mensen denken grisanten oudbollig. Nou, in dit stuk laat ik zien dat grisanten echt niet oudbollig zijn, maar dat je echt heel leuk kunt verwerken. Die gaan we hierin verwerken, dus ik zal het laten zien. We gaan de grisantjes echt heel compact verwerken, dus zo dicht mogelijk erop. Voorzichtig. Het is belangrijk dat je de grisantjes goed schuin aansnijdt en compact werkt. Pas op dat je niet te hard op het hart drukt. Het mooie aan grisanten is dat ze echt zo super sterk zijn. Zoals je ziet hebben we dan de bol super mooi gevuld. En het mooie aan om dit te verwerken met grisantjes is dat je de bol heel mooi strak kan krijgen. En je daardoor die vorm echt heel mooi erin houdt. Dus ja, echt super mooi. Dan gaan we nu door naar de volgende bol. De volgende bol gaan we verwerken met super mooie anjes. Het mooiste hierin is als de anje iets uit is. Ook met de anje kan je een heel mooi strak effect creëren. Dus laten we gauw verder gaan. Ook deze snij je heel goed schuin aan en steek je diep weg. Zoals je ziet is deze bol ook mooi strak gevuld. We hebben aan de onderkant ook weer iets opengelaten. We gaan hem namelijk straks mooi verwerken op een ondergrond. Ik ga er een klein beetje lantia tussen doen om iets spannender effect te geven. Let op dat je dit wel weer gelijkmatig verdeelt. Gebruik zo echt zo'n prachtige plank, mooi robuust en dat geeft echt een mooi effect straks aan je stuk. Onder de bollen doe ik een klein waterschaaltje, zoals je ziet. Dan kan je eventueel nog even wat water toevoegen, zodat ze nog net even wat extra hebben. klein beetje fris groen aan mijn stuk toevoegen. En dat doe ik door de derde bol te bekleden met mos en daarna te omwikkelen met mooi ijzerdraad. Ik heb nu een beetje voor koperkleurig gekozen. En ja, dat geeft dan toch een mooi effect en past mooi bij de rest. Daarna gaan we die mooie bollen verbinden door middel van berengras. Ik leg deze twee bollen tegen elkaar. Let dan wel op dat je de ene kant niet helemaal bedekt met bloemen. Omdat ze op deze manier mooi in elkaar vallen en dus al met elkaar verbinden. En het één mooi geheel is. Deze leg ik er iets verder van af en ik ga het weer met elkaar verbinden door middel van berengras. Ik pak dus een mooie bos berengras en die maak ik aan de onderkant al even aan elkaar vast. Met een draad. En dit berengras vlecht ik. Pas op dat je niet te strak vlecht, dat je hem niet kapot trekt. Als je vlechten nou te lastig vinden, kun je het ook gewoon los verwerken. Maar ik ga het op verschillende manieren eventjes verwerken. Aan het eind doe ik even een mooie wikkeling van weer dat koper wikkeldraad. Dat doe ik nog een keer. Met nog een bos, alleen aan de onderkant dus. Eventjes vastmaken, zodat je het iets makkelijker kan verwerken. En deze maak ik echt alleen aan het eind eventjes een wikkeling. Dus alleen op dit punt. Deze vlecht ik dus niet. Hiervoor gebruik ik dus ook gewoon mooi wikkeldraad. Dan maken we met een mesje even een gaatje in de bol. Ik draai even rond met het mesje, zodat ik daarin de berengras kan doen. Dan verbind ik hem dus met de bol met chrysanten en daarmee maak ik hem vast met een wat stevige ijzerdraadje. Daar maak ik een lus in en dan prik ik hem eromheen. En dit doe ik even 2 keer. Pas op dat je de bloemen niet te ver beschadigt. En dit doe ik op dezelfde manier met het gevlochten berengras. Hier maak ik een beetje aan de zijkant een gat. Ik ga even rond met mijn mesje. Deze laat ik eronder langs lopen om een spannend effect te geven. En ik doe hetzelfde met het ijzerdraadje. Maak ik even een lusje van, buig ik dubbel en daarmee bevestig ik hem in de chrysanthembol. Om de bollen en het geheel een iets spannender effect te geven ga ik mooie zuiderwindlelies verwerken. Die ik ook weer met de bollen laat meelopen zodat je echt een heel mooi spannend effect krijgt. Let op dat je je bloemen altijd goed schuin aansnijdt. Ik maak even een gat weer in de oase in de bol en steek de bloem er goed diep in weg. Dan heb ik hier een dik ijzerdraad die ik even buig. En daarmee zet ik hem weer vast in het stuk. Pas op, want de zuiderwitlelie kan natuurlijk breken. Je bent daarvoor echt wel een stevig draad nodig. Voor de extra steviging doe ik ook nog even een extra draadje. Dit wil ik op dezelfde manier, maar dan iets langer verwerken. Ik snij hem weer goed schuin aan. Maak even een gat in de oase. Steek hem er diep in weg. En ik laat hem weer meelopen met het stuk. En bevestig het weer met een dik ijzerdraad. Laat ik even een buiging in maken. En even een extra draadje. En dan wil ik eigenlijk hierop ook nog eventjes een zuiderwitlelie verwerken die wat korter is. Let op, goed schuin aansnijden. Even een gaatje erin. En dit wil ik in een rijtje gaan doen, dus ik plaats nog twee naast. Nou, zoals je ziet, echt een heel apart, maar echt super mooi stuk. Ook lang houdbaar, want het is echt gewoon goede oase. En ja, dan heb je echt wat leuks op tafel. Dan hoop ik dat jullie weer een leuke les vonden. Alle materialen zijn dus te bestellen. En hieronder in de beschrijving vind je een linkje. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Elke zaterdag om 8 uur komt een nieuwe video online. En soms door de week ook, dus als een extraatje. Bedankt en tot de volgende keer. Doeg!